Een mokerslag, een klap, een teleurstelling. Hoe zou jij het omschrijven? Ja, ik denk dat je alle drie kan gebruiken. We starten gewoon goed wedstrijd en dan krijg je uit een stom moment een goal tegen, heel onnodig. En dan vecht je gewoon goed terug in de wedstrijd. En ik denk dat je op een paar momenten nadat zij wat gevaarlijk zijn geweest, de wedstrijd gewoon domineert. En speelt als PSV zijnde. En als je dan die twee in voorsprong hebt, dan moet je die behouden en in de laatste 10 minuten gewoon slim spelen. Want dan weet je dat Twente alles op alles zet om de gelijkmaker te maken. En dan valt er ruimte bij hun. En als je daar beter mee omgaat, dan win je deze wedstrijd. En dat valt ons wel te verwijten. Ja, over 90 minuten geef ik je gelijk. Dominant PSV. Maar ik denk dat mensen die alleen de samenvatting zien, dat die schrikken en verbaasd zullen zijn van de vele kansen die FC Twente kreeg. Grote kansen. Dat is waar. En ik denk dat dat kansen zijn die eigenlijk gecreëerd werden door fouten van onszelf. En niet door het fantastische spel van Twente. Dat mogen we ons wel kwalijk nemen. Want staan de twee teams boven ons zijn weer uitgelopen. Ja, in feite kon PSV zich weinig permitteren, niks permitteren. De gevolgen zijn groot, zijn misschien wel funest. Ja, wij moesten tot het einde alles winnen. Maar het is nou heel snel na de wedstrijd om daar allemaal conclusies over te trekken, vind ik te vroeg. Maar dit is inderdaad heel stom puntverlies. En dat mogen we onszelf wel kwalijk nemen. Ja, de ambitie, nog één vraag. De ambitie was om kampioen te worden, maar de doelstelling om plek 2 nog te pakken. Is de ambitie nu uit zicht, maar de doelstelling nog wel mogelijk, hoewel moeilijker? Ja, moeilijker, maar wel mogelijk. En dan moeten we weer bijstellen. Het is wat ik net zeg, net na de wedstrijd. Alleen we moeten wel door. Zondag wacht weer een wedstrijd, die moeten we winnen. En moeten we maar eens laten zien dat we ook veel doelpunten kunnen maken.